Hi, Stefan hier en vandaag wil ik even een korte video maken waarbij ik eigenlijk een kort aantal tips wil gaan geven omtrent het plaatsen van strategische content. Specifiek als jij een marketingbureau hebt of bijvoorbeeld een SMMA-owner, oftewel een social media marketingbureau hebt op dit moment, wil ik je eigenlijk een aantal tips geven over hoe jij meer klanten kunt gaan krijgen. En hoe jij meer klanten kan krijgen die naar jou toe komen, in plaats van andersom, dat jij hun moet benaderen en hun gaat lastigvallen. Dat zij eigenlijk tijd gaan vrijmaken om met jou te praten. Nou wil ik al even, voordat ik diep op inga op de aantal tips die ik hier heb staan, wil ik eigenlijk kort even uitleggen hoe dit heeft gewerkt voor mij. En hoe ik eigenlijk ben achtergekomen dat dit eigenlijk beter is. En hierover wil ik eigenlijk twee punten benoemen die mij eigenlijk de ogen hebben geopend. Vooral aan het begin van mijn carrière, zogezegd, als marketingbureau-eigenaar. En die twee punten zijn power en force, oftewel kracht en forceren. En het eerste punt, power, dat sprak mij direct eigenlijk heel erg aan. En ik dacht van oké, hoe zou ik dat kunnen creëren voor mijn eigen business? En wat die twee punten eigenlijk betekenen is, power is waar eigenlijk jij de macht hebt en mensen eigenlijk naar jou toe komen. En je hebt force. En force is meer waar jij, en dat is voornamelijk in de beginfases van je bedrijf, jij mensen moet gaan benaderen, zodat zij klant worden bij jou. En die twee fenomenen eigenlijk, die werken heel goed samen, maar waar je eigenlijk altijd naartoe wil gaan is dat eerste, en dat is power. Heel veel mensen in het begin die moeten forceren dat iemand een klant wordt van hun, want je hebt waarschijnlijk niet genoeg naamsbekendheid, je hebt niet genoeg interesse gewekt van potentiële doelgroep, zodat zij naar jou toe komen en bekend zijn met wat jij plaatst. Maar wat wij uiteindelijk willen doen is zoveel autoriteit hebben binnen een bepaalde doelgroep die wij hebben gekozen als onze klanten, dat zij eigenlijk niet eens hoeven na te denken wanneer ze een beslissing willen maken om jouw diensten te krijgen. Maar dat ze direct weten van, hé, jij, dit marketingbedrijf kan mij helpen om resultaten te krijgen. Of dat nou is voor advocaten, of dat nou is voor accountants, of dat nou is voor rijscholen of andere niches op dit moment. Maakt helemaal niks uit. Maar het belangrijkste is dat jij vertrouwen gaat opbouwen. En vooral als je daar vroeg mee start, dus als je nu beginnende bent, dan is het zeker iets om op te letten en om ervoor te zorgen dat je dit nu al in gang gaat zetten. Zodat je op langere termijn meer vertrouwen en autoriteit hebt met jouw potentiële doelgroep. Zodat wanneer je ze gaat benaderen, dus wanneer je force gaat inzetten en geen power. Als je force gaat inzetten en je power al helemaal opgebouwd en je blijft het continu opbouwen en verbeteren, dan hoef je alleen maar een aantal berichten te sturen en mensen zullen direct al weten wie jij bent en direct op een gesprek komen met jou en veel makkelijker te zijn om eigenlijk als klant bij jou te komen en het overhalen van die klanten die jou al kennen en die jouw content zien, wordt eigenlijk gewoon een heel makkelijk en een heel makkelijk karweitje. Om het zo simpel te zeggen. Dus in ieder geval wat ik eigenlijk wil aanraden, en in deze video wil ik je een aantal tips gaan geven over hoe ik persoonlijk tussen de 3 en ongeveer pak een beetje 5 à 6 gesprekken haal uit power en eigenlijk ook deels uit force. Want uiteraard het blijft ook belangrijk dat je mensen zelf gaat benaderen. Je kunt niet helemaal afhankelijk zijn van het afwachten totdat mensen bij jou komen. Je wilt er ook voor zorgen dat je die twee combineert. Dus in deze video van vandaag ga ik het even kort hebben over het combineren van power en force. Maar voornamelijk power en hoe jij via strategische content, net als ik en net als mijn klanten, ongeveer tussen 3 en 5 pak een beet gesprekken, afhankelijk ook van hoeveel je plaatst, uiteraard op jouw social media kanalen, kan binnenhalen en jouw ideale niche of doelgroep gewoon kan converteren naar klanten via deze content die je gaat plaatsen. Dus laten we direct beginnen. Ik wil eigenlijk direct even beginnen met wat content nou eigenlijk is. En content marketing valt eigenlijk onder het plannen, het plaatsen, het promoten en vervolgens eentje die ik erbij heb geplakt en dat is analyseren van de content die je hebt geplaatst op verschillende social media kanalen. Nou kan dat zijn Facebook, Instagram, Google. Het kan zijn op YouTube, zoals je deze filmpje nu aan het kijken bent van mij. Of het kan bijvoorbeeld iets anders zijn, maakt niet uit wat het is, bijvoorbeeld een website. Maar door middel van het plaatsen van content dat eventueel jouw doelgroep zou kunnen aanspreken, bouw je vertrouwen op en geef je hun informatie om te lezen of om te kijken. En daardoor bouw je meer autoriteit op met je potentiële doelgroep. En de reden waarom dit eigenlijk zo goed is omdat tegenwoordig heel veel marketingbureau-eigenaren heel afhankelijk zijn van methodes die er eigenlijk niet te doen. En daarmee bedoel ik eigenlijk van die hele prehistorische en verouderde methodes, zoals e-mails sturen met een bepaalde template die ze recent online hebben gevonden. En de reden waarom dit eigenlijk heel prehistorisch is en waarom ik dat ook zeg, is omdat er heel weinig resultaat komt van de berichten die je gaat sturen. Ik heb destijds meer dan 1000 berichten gestuurd naar potentiële klanten. En ongeveer, mijn conversies waren ongeveer op de 100 berichten die ik stuurde, kreeg ik ongeveer 5 berichten, max 5 berichten terug. dat mensen interesse hadden en dat ze een gesprek wilden, wat eigenlijk heel weinig is. En op het moment krijg ik er veel meer. En ik zou haast wel willen zeggen dat het ongeveer van de 100, ongeveer 20 of 25 zijn op dit moment, die mijn bericht terugsturen en die interesse hebben, omdat het gewoon veel efficiënter is wat ik op dit moment aan het doen ben met de content die ik plaats en alle andere zaken die ik op dit moment in het systeem en in kaart heb gebracht voor mijn bedrijf. Dus wat ik eigenlijk wil laten weten en waar ik mee wil beginnen is eigenlijk de eerste stap die jij moet zetten om tot die content te gaan komen. Want je kan niet zomaar content gaan maken als je niet weet wie jouw doelgroep is. Bijvoorbeeld voor mij, deze doelgroep in deze video zijn marketingbureau-eigenaren, omdat ik zelf ook werk met marketingbureau-eigenaren die ik coach, waar ik mentor van ben. En zelf heb ik er ook eentje met goede resultaten. Dus vandaar dat ik mijn doelgroep al weet en vandaar dat ik ook deze video maak. Dus voor jij wilt hetzelfde doen. Dus stap 1, zorg ervoor dat jij een goede doelgroep hebt en dat je weet wat jouw niche is. Dus doe veel marktonderzoek van wat hun problemen zijn, wat het belangrijkste is voor hun om te krijgen binnen hun bedrijf. En baseer je content vervolgens daarop. En dan komen we direct bij stap 2. En dat is het plannen van je content. Zorg ervoor dat je een systeem hebt waar je die content kan plannen, zodat je het overzichtelijk hebt voor jezelf. Want het laatste wat je wilt is dat je op de dag zelf nog die content moet gaan maken, moet gaan bedenken en vervolgens ook nog moet gaan plaatsen. Want dat wil je niet. Je wilt gewoon ervoor zorgen dat je een week van tevoren, en ik adviseer altijd de zaterdag of de zondag, omdat dan wat rustiger is en je klanten zijn dan meestal ook, die hebben dan meestal ook weekend, dus jij wilt ervoor zorgen dat als je klanten weekend hebben, dat je alsnog doorgaat en alsnog die content voorbereidt, zodat je voorbereid bent op de week erop. Dat doe ik ook altijd, meestal op de zaterdag. Dus ik zorg ervoor dat mijn content eigenlijk al gedistribueerd wordt voor de week daarop. Dus ik plan het in. Dus dat is stap 2, plan het in. Ten derde, plaats het op de dag zelf dat het komt. Dus stel je voor dat je bijvoorbeeld voor een maandag, dinsdag, woensdag content hebt gepland. Als de maandag komt, word je wakker en het eerste wat je doet is je plaatst die content om dat eruit te gooien en ervoor te zorgen dat mensen direct op de hoogte zijn van die content die je plaatst. Vervolgens, dat is stap 3, dus het plaatsen van die content. Stap 4 is eventueel de promotie van de content. Het kan, maar wat ik eerder zou analyseren voordat je nog 3 of 4 klanten hebt, dus als je geen 3 of 4 klanten hebt, dan zou ik dit adviseren. Eerst analyseren hoe de content werkt. Nou kun je dit heel makkelijk doen via Facebook Insights. Wil je hier meer informatie over weten, stuur me dan even een makkelijk berichtje via Facebook of via LinkedIn of via mijn e-mail. Maar wat je hiermee kan doen is heel simpel kijken naar de insights, kijken welke posts, oftewel de content die je hebt geplaatst op je bedrijfspagina, op je persoonlijke profiel, het beter doen dan de andere content die je hebt geplaatst. En dat kun je pas doen na een aantal weken, omdat je dat dan beter inzichtelijk hebt van wat je hebt geplaatst en wat beter werkt. Maar analyseer het dan en vervolgens, als je genoeg klanten hebt en genoeg omzet maakt met je bedrijf, investeer dan dat geld terug in plaats van dat je te gaan investeren in andere zaken. Investeer dat geld terug in de distributie van die content. Want tegenwoordig is het eigenlijk heel moeilijk om organisch te groeien via Facebook en Instagram. En wat je moet doen is eigenlijk een kort en klein budget plaatsen voor de content die je plaatst, om het te distribueren aan de juiste mensen. En dat is wat we hier ook willen doen. En wellicht doen een aantal van jullie dat ook voor jullie klanten. Dan wil je dat ook gewoon voor jezelf toepassen als je genoeg klanten hebt en genoeg omzet maakt. In ieder geval, even om terug te komen op het punt. Dus je wilt ervoor zorgen dat je al die stappen die ik net heb benoemd, ervoor zorgt dat je gewoon die in kaart hebt. Dus voornamelijk als je nog geen doelgroep hebt of geen niche hebt, zorg ervoor dat je die ten eerste hebt. En vervolgens ga dan bezig met het inplannen van de content. Dus zorg ervoor dat je het helemaal inplant en dat je allemaal structureert voor de week erop. Dus een week van tevoren en de week daarop plan je de content in, zodat het allemaal staat. Zodat je eigenlijk heel weinig hoeft te doen en binnen 1-2 uur per week ben je eigenlijk al klaar met die content. Vervolgens plan je het. Plaats je de content op de dag dat het komt, dat is stap 3. En ten vierde kun je het promoten, de content, als je genoeg klanten hebt. Ik adviseer altijd minimaal 3 klanten, dat je die al hebt en die actief zijn waar je mee bezig bent. Dus als je 3 klanten hebt, dan zou ik promoten, de post promoten. En vervolgens analyseer aan het einde van de week of aan het einde van de maand via Facebook Insights of Google Insights hoe je content het doet, welke het beter werkt. En dat wat beter werkt, daar wil je meer geld aan gaan uitgeven, of als je geen geld aan uitgeeft aan de content die je maakt, dan wil je ervoor zorgen eigenlijk dat je meer van dat soort content plaatst, omdat het blijkbaar werkt en blijkbaar mensen interesse hebben in de content die je plaatst. Dus dat waren eigenlijk de stappen voor het verkrijgen van meer strategische content. Dit is enorm belangrijk, want ik zie zoveel marketingbureau-eigenaren in de fout gaan door oude prehistorische methodes te gebruiken om nieuwe klanten te krijgen. En je moet je altijd positioneren in de plaats van de persoon die jij benadert. Dus als jij iemand zou benaderen en iemand zou jou continu berichten sturen en zou dezelfde berichten krijgen van dezelfde soort mensen, dan zou je uiteindelijk ook niet weten wie je zou moeten kiezen. En dan maak je jezelf ook niet uniek. En dan geef je eigenlijk ook de prospect eigenlijk niet de reden om voor jou te kiezen, maar voor iemand anders die wellicht een andere en unieke, unique selling point heeft. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel is iets unieks wat zij hebben voor hun bedrijf, wat zij kunnen aanbieden. Terwijl Al die andere marketingbureaus lijken op elkaar, wil jij je differentiëren en dat kun je heel makkelijk doen met de stappen die ik zojuist heb gezet. En dat is strategic content plaatsing, strategische content plaatsing. Op dit moment ben ik ook bezig met een case study te maken waarin ik jou een gratis video ga laten zien hoe jij dat eigenlijk kan gaan doen. Omdat ik al enorm veel mensen heb geholpen met dit fenomeen is het niet, maar het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon content plaatsen en ervoor zorgen dat jij meer vertrouwen opbouwt met jouw potentiële doelgroep. Maar als je daar al een sneak preview van wilt, stuur me dan ook even een bericht via Facebook of LinkedIn. En dan wil ik je daar graag mee bij helpen, want ik weet wat voor resultaten het heeft opgeleverd voor mij. En ik weet wat voor resultaten het kan opleveren voor jou ook. In ieder geval, ik wil bedanken voor het kijken van deze video. Mocht je deze video interessant vinden, klik dan op de like-button. Laat ook even een abonnee achter, want het helpt altijd om goede content te hebben. En wekelijks plaats ik een video waarbij ik meer informatie geef over marketingbureau-eigenaren en hoe jij je business beter kan gaan schalen en ook kan laten groeien. Met altijd actievolle tips, dus als je ook andere zaken benieuwd naar bent of andere tips hebt voor mij waar je een video over wilt zien, laat het dan beneden in de comments. Nogmaals, abonneer mocht je dit interessant vinden en klik op dat belletje. En dan zorg je er altijd voor dat je de content van mij ziet en dat je altijd op de hoogte blijft van de nieuwste content en meest relevante content. In ieder geval, ik bedank voor het kijken van deze video. Mocht je nog enige aanmerkingen hebben, dan hoor je dat al graag altijd op voor feedback. Ik wil bedanken nogmaals voor het kijken van deze video en ik zie je in de volgende.